Ja, goedemorgen mensen. Welkom bij de eerste Sjaak Sember vlog. Inderdaad, ik ben super blij dat jij bent ingetuned op deze mooie, even kijken, nadenken, dinsdag of als het maandag, dinsdag, deze dinsdag. Want dit is namelijk 30 december. Wat zeg ik nou, Shaquille? Het is geen 30 december. Dit is namelijk 30 oktober. Mijn vlogs die komen namelijk altijd een dag later, wat je eigenlijk ziet. Ik ben in mijn pyjama, want ik had vanochtend keiharde migraine. En daar kon ik namelijk niet mee opstaan en naar kantoor gaan, et cetera. Dus dat was kut. Maar, wojo, ik ben nu klaar wakker. Ik heb een ibuprofen genomen. Ik heb lekker thee gedronken. Kijk hier lekker uit mijn Twitch mokje. Ah ja, lekker, lekker. Dankjewel Twitch, by the way. A.k.a. Timken voor de Twitch mok, by the way. Ja. Sjaak Sember, boys and girls. Dit is de eerste. Dit is de eerste. Vandaag gaan we best wel veel doen. We hebben ook heel veel te doen. Het is 4:30 nu. Dat klinkt een beetje raar, I know, sorry. Maar het wordt eigenlijk best wel een lange vlog, als ik het zo mag geloven. We hebben veel te doen. We hebben namelijk pakketjes die we moeten opsturen. Jongens, mijn hele woonkamer, like letterlijk mijn hele woonkamer, die zat vol met pakketjes. Kijk daar achterin, alle dozen. De pakketjes die zijn ingepakt. Het zijn 3 dozen vol. Het zijn in totaal 65 pakketjes. 65, boys. 65 pakketjes, dat zijn superveel pakketjes. Maar by the way, dankjewel daarvoor dat iedereen Griffer support, dat doet mij heel erg goed. Ook de jongens waarmee ik werk, Hugo en Bjorn, awesome dat hun gewoon super tof meewerken. De custom crewnecks die zijn eruit, eindelijk, dus iedereen heeft hem eigenlijk binnen. Sommige mensen zijn per ongeluk hun huisnummer vergeten, waardoor ik niet alles kan opsturen naar hun. Maar dat maakt niet uit, daar zitten we achteraan. En als jij diegene bent, check dan even je mail of volg ons even op Twitter, @griffersware, en dan komt het allemaal goed. Wat we vandaag allemaal gaan doen, we gaan best wel veel doen. We moeten naar Praxis toe, want we moeten een paar dingen halen. Onder andere een stellagekast, want de kast die we nu boven hebben staan voor alle Griffers producten, die pijlt een beetje uit. We dachten dat het niet zoveel zou zijn, maar we hebben heel veel voorraad ingekocht, omdat natuurlijk december er ook weer aankomt. En over december gesproken, je hebt tijdens 1 december tot en met 30 december heb je korting. Dus wil jij een sweater kopen, niet zo één sweater, want dit is geen Griffers sweater. Maar wil jij een sweater kopen, check dan even @griffersware op Twitter en natuurlijk ook griffers.com. Dan kan je alles vinden wat je eigenlijk je hartje begeert. Vandaag gaan we dus naar Praxis. We moeten die pakketjes op de post doen. Er zijn alweer nieuwe bestellingen binnengekomen. Die moet ik ook verwerken. En ik moet naar de stad misschien om even een iPhone kabeltje te halen. Want ik word helemaal gek van mijn iPhone. Er is niks met mijn iPhone aan de hand. Maar continu, het kabeltje van mij gaat altijd stuk. Like, letterlijk, ik heb... Dat is nog het ergste van alles, hè. Ik heb gewoon... hoe lang heb ik dat gehad? Ik heb 5 kabeltjes gehad. 5 kabeltjes in totaal in het hele jaar. Hoeveel heb jij er eigenlijk gehad? Ik heb geen idee. Laat het even weten in de comments beneden. En ik heb ze nog niet gezegd. Druk even op dat blauwe duimpje omhoog. Want zo kan ik zien dat jullie het leuk vinden dat ik weer aan het vloggen ben. En ik ben eigenlijk al te veel aan het praten. Dus jongens, Sjaak Sember, dag 1. Let's freaking do this. Let's go! En zo gooi je dus, wat gooi je dan weg? Papier / karton. Nat geregend, nu post, pakketjes afleveren, naar PostNL zakelijk. En dan even wat winkelen doen. Ja, dat is 6 uur. Volgens mij 6 uur. Dus let's go! Oké, in de Praxis nu op dit moment. En ik zie leuke tweets voorbij komen. Even kijken, waar staan ze allemaal? Nee. Oh, komen steeds meer bij. Hier, kijk, bijvoorbeeld van Tessa. Oh shit, iCraze komt er doorheen. Zo'n zin in Sjaak Sember. Can't wait. Timo, morgen is het Sjaak Sember. 1 december. Even kijken. Ah, excited. Jenka. Jordi. My man.
En ja, dat zijn gewoon heel veel mensen. Het is awesome, jongens. En ja, we zijn dus nu in de praxis. Mijn moeder wil eigenlijk zo'n open haartje gaan kopen. Omdat, ja, we hebben een soort van een muur. En daar kan heel mooi een open haartje tegenaan, want ja, we waren dat heel lang. Pakketjes zijn niet goed gegaan, dus we gaan dat ook even oplossen vandaag. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren, want anders hebben we natuurlijk een groot probleem. Maar dat komt wel goed. Ja, het is echt kut weer eigenlijk, by the way, buiten. En zie je al een mooi iets, mama? Nee, hè? Nee, ik vind ze ook niet zo mooi. What do you get for someone who has it all? I've been to every corner of this godforsaken mall. What in the world? Oké, we zitten weer in de auto. Vandaag gaat het best wel mis eigenlijk. Al de eerste dag met Sjaak Sember. Pakketjes hier achter mij, wat ik dus zei net toen ik in de praxis was. Het was zo, ze werden niet aangenomen. Niet bij praxis, maar bij het business depot. Omdat het een pakketje was wat niet door de brievenbus kon. Wij werken namelijk met brievenbuspakketjes en normale pakketten. Als het namelijk een t-shirtje is of een sweater wat door de brievenbus past, dan doen wij die als brievenbuspakketje. Is goedkoper voor ons en goedkoper voor de klant. Echter, bij het PostNL depot waren ze best wel brutaal tegen mij en mijn moeder. Dus toen zeiden we van, oké, weet je wat, laat maar. We gaan wel naar een ander depot toe. Of in ieder geval een Albert Heijn, waar we dus nu zijn. Maar mijn moeder is even nu eten gaan halen. En dan straks gaan we wat later, want ik kom altijd met een paar pakketjes, kom ik altijd hier. En dan is het namelijk best druk. Wat leuk is, kan ook laten zien. Hier, ja, kan het gescherpt stellen. Ja, dit is dus de ding wat jij ziet, wat het is. Dit is dus de Albert Heijn, waar ik al mijn pakketjes eigenlijk breng. Maar je kan zien van hoe laat en hoe druk het is bij Albert Heijn. Dus wij moeten tussen 8 en 9 moeten wij komen, want er zijn namelijk meer mensen die pakketjes aanleveren. En dit zijn 60 pakketjes, dus dat is best wel kut voor mensen achter mij die ook een pakketje willen brengen. Dus ja, vandaag wil ik ook naar de bank toe gaan, omdat ik een paar bankzaken nog moet regelen. Ik moest ook nog naar KPN, want KPN haalt nog steeds een rekening van mijn moeder zijn rekening af. Omdat ik van KPN naar Ziggo ben gegaan en nu hebben we eigenlijk twee internetlijnen. Is niet meer nodig wegens DDoS aanvallen en weet ik veel wat met streamen. Ik stream nu niet zoveel meer, ik weet het. Ik ben ook druk bezig met mijn bedrijf zoals jullie zien. En ik ben ook bezig met andere dingen, onder andere stage. Ook even genieten van mijn eigen leven. Maar ja, ik ben ook blij dat ik nu gewoon kan vloggen voor jullie. Ja, het eerste dagje is niet echt zo. Maar wat ik wel wil duidelijk maken, is over de pakketjes. En dan niet pakketjes van Grivers, maar pakketjes van jullie, inderdaad. Jullie kunnen namelijk ook pakketjes naar mij toesturen en dan een soort van fanmail-achtig Sjaak Sember mail doen. En ik wil elke dinsdag, dat zijn 4 dinsdagen als ik het goed heb uit mijn hoofd, wil ik ook een Q&A gaan doen. Dus ik ga straks op Twitter vragen wanneer ik mijn nieuwe pakketjes voor Grivers aan het inpakken ben. Want ik krijg ook continu een berichtje binnen van, hey, iemand heeft wat besteld en je moet iets inpakken. Dus dat straks. Ik ga straks op Twitter vragen, heb je een vraagje voor mij? Zet het dan even in een tweet en dan ga ik hem misschien behandelen als ik bezig ben met mijn pakketjes. Pakketjes die jullie kunnen sturen, of in ieder geval brieven of whatever naar me kunnen sturen. Dat is namelijk, moet ik even zoeken, momentje. Even kijken. Dus, wil jij iets sturen? Dankjewel trein dat je voorbij rijdt. Thanks. Wil jij wat versturen? Dat kan naar Kerkstraat 342 en de postcode is 1017JA. Kerkstraat 342-1017JA. Amsterdam. Ten name van Shaquille Plak. Weet je niet wat het nog is? Ik ga het in elke beschrijving zetten van een Sjaak Sember vlog. Dus dat kan je altijd zien. Als je wat lekkers wilt opsturen. Ik heb namelijk ook een soort van desk. Op mijn stageplek. En daar kan ik dingen ophangen. Dus heb je een mooie tekening of heb je iets anders. Laat het dan weten. Laat het sturen. Stuur het
maak iets leuks. Stuur het op naar het adres wat hieronder in de beschrijving staat. En ja, dat is eigenlijk mijn zegje. Ik ga nu even wachten tot mijn moeder terugkomt. Gaan we lekker eten maken. En dan zien we wel wat we nog gaan doen. Sowieso de Q&A, dus dat komt zo. Doei! Oké. Ik ben dus nu weer thuis. Ik heb net een tweet getweet. Ik kan het even laten zien aan jullie. Oké, daar staat hij. Oké, boys, voor mijn vlog heb ik vragen nodig voor mijn Q&A. Stel ze onder deze tweet. Sjaak Zemberg Q&A. Well, ik heb een hele leuke vraag al gekregen. Even kijken. Ja, we gaan niks over school. Heb ik geen zin in. Deze wel. Celine vraagt, wat wil je nog bereiken in 2015? Dat is een leuke, Celine. Op dit moment had ik al streepbedrag voor abonnees. Ik keek in mijn beeldschermpje, maar ik moet altijd in de lens kijken. Had ik 30.000 subscribers in mijn hoofd. En die hebben we ook gehaald. En nu zitten we op de 32.700 plus nog wat. I don't know. Wat mij echt heel tof lijkt. Ik weet niet of het haalbaar is, maar misschien nu in deze maand de 35.000 subscribers te halen. Nog 3.000 erbij, of ietsjes minder. Maar wat echt, echt, echt tof zou zijn, is als we de 40.000 gewoon voor in Sjaak Zember halen. Dat lijkt mij echt super tof. Ik heb nog hier nog eentje van Tessa Aldering. Ik kan hem ook even laten zien aan jullie. Tessa Aldering. Kijk je een serie? Ik zelf kijk geen series. Mijn moeder dan weer wel. Welke serie kijk jij, mama? Empower. Empire. Ja, dat is een Amerikaanse serie. Amerikaanse serie. Ook bijvoorbeeld voor romanen. Die kijkt New Girl. Orange is the New Black. Ik ken al die namen. Huh? Kijk ik ook naar. Oh, mijn moeder kijkt daar ook naar. Ik kijk daar echt totaal niet naar. Maar ja, ik ben meer een, jullie weten het allemaal, ik ben een livestream persoon. Dus ik zit alleen op Twitch. Ik kijk alleen Twitch livestreams, et cetera, et cetera. En that's it eigenlijk. Vroeger was ik inderdaad, toen Netflix in Nederland kwam, ik wou bijna Amsterdam zeggen. Maar toen Netflix in Nederland kwam, toen had ik een subscription. Toen keek ik heel veel naar Weeds. Was een moeder die voor een klein zakgeldje wiet aan het verkopen was. Of het ging heel, heel ver in het verhaal en dat was best wel grappig. Maar ja, ik weet niet, ik vond er niks meer aan en ik heb mijn subscription op Netflix opgezegd. Dus ook geen Netflix en chill voor mij. Maar Romane kijkt dan wel nog eens naar series. Even kijken, de volgende. Balte, die vraagt, wat is mijn favoriete pizza? Wel, ik ben een pizza fanaat. Don't get me wrong or anything. Ik ben een pizza fanaat. Ik eet heel veel Itzai shawarma of pizza pepperoni. Pizza pepperoni is de lekkerste shit die je kan nemen. Wat ik niet lekker vind is pizza Hawaii. Met ananas en al die andere troep erop. Dat vind ik echt dus niet te doen gewoon. Nou, ik denk wel dat we hebben nog meer vragen. Ik heb heel veel vragen binnengekregen. Ik zal maar kijken. Elke dinsdag gaan we een soort van vragenrondje doen. Dus als ik vraag van, hey, ik wil vraagjes, stel ze dan ook. Ja. We gaan eten in 5 minuten, dus ik ga nu lekker afsluiten. Nou, de Q&A is over. I got some lekkere wat? Maar wat heb je allemaal gemaakt? Kippenbraadworst met broccoli en aardappelgratiné. Gratiné? Wat houdt dat in? Wat je op je bord hebt. Oh. Oké. Okay. Aardappelen in de oven. Oh, lekker. Met gesmolten kaas. Oké. Okay. Nou, jongens, we gaan eten. Is there some vacancy? Is there some? Is there some? Is there vacancy? Oké, wat we dus nu aan het doen zijn. Er zijn net dus in de tussentijd dat we aan het eten waren 5 bestellingen binnengekomen voor Grubbers. Mijn moeder maakt even een stapeltje met goodies, in ieder geval stickers. En ik ga ze nu even allemaal invoeren en dan ga ik ze inpakken. Ze liggen allemaal daar, even op de grond. En dan ga ik die inpakken.
En dan gaan die ook direct door naar PostNL. Gaat goed hoor, gaat goed. Oké, ik ben nog mijn laatste dingen aan het doen voor Grievers. En done. I'm done, boys and girls, for today met Grievers en ook helaas met jullie. Yes, nou, ik hoop dat jij hebt genoten van deze leuke vlog op 1 december. Terwijl het voor mij nu 30 november is. Dankjewel voor het... Pssst. Dat is eigenlijk Slack, dat is voor de communicatie voor mij en mijn werknemers. Hoe je het ook kan noemen. Vrienden, waarmee ik het doe. Anyways, jongens, bedankt voor het kijken naar deze... ik wou bijna zeggen livestream. Het lijkt echt alsof ik nu een livestream aan het doen ben, maar dat is niet zo. Vandaag best wel veel dingen gedaan, ondanks ik met mijn migraine, et cetera. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Zo niet, laat dan even weten wat jullie niet leuk vonden. Of je de editing niet goed vond. Geen haat, maar gewoon puntjes waar je denkt van... Hey, dat kan best wel beter. Of ja, je doet het eigenlijk gewoon goed. Want zo kennen we eigenlijk Shaquille. Als je dit leuk vindt... Jongens, als je dit leuk vindt... Sjaak Sember. Oeh, dat was Tommy. Hi Tommy. Wat is er met jou? Oei. Ja. Als je dit leuk vond, druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Tommy! Oh, wauw. je zag de ballen van Tommy. Heerlijk. Nee, maar als je dit leuk vond, jongens, doe dan even de massaal. Massaal. Vorig jaar was mijn like record op een Sjaak Sember vlog 500 duimpjes. Kunnen we de 1000 duimpjes halen? De 2000 duimpjes? De 3000? I don't know. Bij mij is dat echt heel raar qua duimpjes omhoog, hoe dat zit. Maar als we zoveel mogelijk likes kunnen halen op deze video, of in ieder geval de eerste Sjaak Sember, zou dat top zijn, want daardoor gaat mijn motivatie om elke avond tot laat in de avond of laat in de nacht nog te editen voor Sjaak Sember. We hebben nu meer kijkers, we hebben meer mensen, we hebben meer subscribers. We hebben al een keertje de 3000, de 3000 duimpjes gehaald. Dus ik neem aan dat we dat wel kunnen doen. Anyways jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten. Morgen weer een nieuwe vlog om 7 uur hier op Sjaak Sember. Jongens, een fijne avond. Bye bye.